Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Want ja, daar zijn we gewoon weer aan bij aanbeland, hè. Ja, ja. Het is vandaag alweer reeds maandag, de 1e van de 7e, 2024. Ik het niet eens. Rijka, hou op. Nee, niet lief. Ik heb niet eens niet de sirenes gehoord. Normaal de 1e maandag van de maand. En dat is toch nou de 1e maandag van de maand, dacht ik zo. De sirenes niet gehoord. Om 12 uur. Hoe dan? Dat is toch meestal, dacht ik, de 1e maandag van de maand. Of ben ik nog zo bezopen? Ik heb niks gehoord, in ieder geval. Terwijl die hier vlakbij staat, ja. Maar in ieder geval, het is de 1e van de 7e, 2024 en we leven om 12:49 uur. Dus ook Willy, die kan zo meteen komen, onze enige echte Willy, ja, ja. En ja, het is niet warm. Het is maar 16 graden. Het zonnetje schijnt wel een beetje zo nu en dan. Het is bewolkt. En niet zo zuinig ook. Nou komt het zonnetje er weer even er net tussen. Ja. Maar ja. En wat de dag ons brengen gaat, weet ik ook niet. Ik weet enkel dat Willy komt en dat ik boodschappen moet doen. En ik moet ook weer even gebak in huis halen vanzelf. Voor morgen, maar ook voor dinsdag. Want Erwin, nee. Morgen is dinsdag. Die zou eigenlijk morgen komen. Maar ja, Saskia die zou met hem praten. Maar die heeft nog niet met hem gesproken. Dus dan heb ik het hem gezegd. Zo en zo is het geval. Jij had dinsdag de 3e op het bord geschreven. Maar dinsdag is niet de 3e. Bestaat dit jaar geen 3 juli op dinsdag. Wel 2 juli op dinsdag en 3 juli op woensdag. Dus ja, hoe dan? Dus nou komt die woensdag, want ik krijg morgen gasten. Ja, dus ja, dan moet ik ook even gebak voor in huis hebben. Dus het komt allemaal wel goed. We houden gewoon vol goede moed. En morgen gaan we ook nou, leuke dingen doen uiteraard. Maar wat zegt Google? Dat we morgen regen krijgen. Dat wil ik niet hebben, dat heb ik niet besteld. Ik heb mooi weer besteld en dan beter dan dit. Ja, wat wij zondag hadden, tenminste met mijn verjaardag, dat wil ik hebben. Ja, maar mag weer niet, hè? Nee, mag weer niet. We krijgen weer regen. Ja, alsof we niet genoeg hebben gehad. En dan willen we ook nog te zeggen dat we te weinig water hebben. Hoe dan? Dat heeft een half jaar niks anders gedaan dan regen, 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 regen. Ik weet niet, hoor. Het is de Rijka. Rijka. Koek, koek. We reageren niet. Enkel maar met de oortjes het heen en weer. Hey, luister. Nee. Koek, koek. Hi. Boefje. Zometeen komt tante Willy. Ja, echt waar. Ja, en over tante Willy gesproken, oftewel Willy. Ik zal haar kopje even uit de vaatwasser halen, want ze wil zometeen ook natuurlijk. En bakkie koffie. Ja, ik doe mijn mond open. Waarom? Nou, kijk eens. Hoe mooi die weer is. Ja, ik zal hem even zo doen. Is toch weer super de super. Ja. En ook die mini. Die we ooit hebben gehad van
is Margriet, ja. En die werkt nog steeds voor me. Margriet Bogaert, ja, nog steeds mooi, hè. Echt, zo super doet hij het. Ja, en allemaal overgepot. Al die orchideeën zijn overgepot. Twee keer eigenlijk binnen het jaar. Omdat ik natuurlijk die rotmieren had. En die heb ik nou al meer dan een week niet meer gezien. Dus ik denk dat die mierenlokdoosjes wel weg kunnen. Maar ik denk ook, ja, de zomer die is nog bezig, laat me staan. Je weet niet of ze dat weer kapot kunnen krijgen wat we in die kier hebben gedaan. Dus we wachten het nog wel even af. Leg ik op mijn dode vliegjes. Ja, dat heet je toch. Maar in ieder geval, wat zouden wij doen? Het kopje van... Waar staat het kopje van de... waar staat het kopje nou? Het schoteltje zie ik al. En dat is die. Dat is één. Dat is een skuttel. En een skutteltje. Dan moet ik lepeltjes zien te vinden. Ja, dat is hem ook niet. Is dit het? Ja, nee, dat is hem ook niet. Dat is een vorkje. Een vorkje. Ik geloof dat ik hem wel zie. Deze geloof ik. Ja! Dat is hem. En dan staat het kopje bovenin. Ja. En daar zal weer water in zitten in die rand. Nee. Oké. Hoppata. Die is ook weer schoon. Nee, niet helemaal. Nee. Hoppata. Kijk, daar staat kopje. Ja. Zo. En dan kan die daarop. Ja, nou. Kijk, ik laat het er gewoon niet staan, hè, wat we nodig hebben. Ja, dat ruim ik op. Maar wat ik er nou al uit heb, of gaat nou opgeruimd worden? Ja. Hoppata. Het is tevens een kast, hè. Ja. Ideaal. Tevens een kast. Kijk, die ook straks gelijk opruimen. En die moet daarop. En dan gaat Willy de kopje hier naartoe. Ja, dat dus. En die staat daar al in. Ja. Moet ik even staan. Hoppata, want anders kom ik er niet bij. Want dat moet daar weer in. Dus dat gaan we nou doen. Hoppata. En dan weer terug. En dan staat het weer netjes in elkaar. Ja. Zo. En dat moet eigenlijk bovenop, maar daar kan ik niet bij. En het glas, dat moet ook zometeen even opgeruimd worden. Kan ik ook zo niet bij. Scooby-Doo. Maar straks naar buiten, als Tante Willy er is. Die kan elk moment komen. Ja. Het is 12:57. Hè? Ja. Dat dus. En dan gaan we lekker eerst een bakje koffie. En kijk, mijn horloge heeft het al 1 uur. Maar in ieder geval, dan gaan we eerst een bak koffie doen. Dan ga ik de meisjes uitlaten en dan gaat Willy naar boven.
Die begint daar netjes, ja, zoals ik dat gewend ben, boven te werken. Ik kan er niet tegen als je iemand hebt die beneden begint. Dat is toch de verkeerde volgorde. Je begint boven, van boven naar beneden, ja. Gekkie! Dat is een vlieg. Moet je niet op willen eten, krijg je wormen van. Ja. Dat insecten moeten gaan eten van dat zootje daar in Den Haag. Moet Den Haag zelf maar gaan doen, maar wij niet. Hé, tante Pollebop. Ja! Verdarrie! Ba! Ba! Rijka ba! Ba ba ba! Jakkie ba ba ba! Ja, is ba ba ba! Ik geloof dat jullie wel zien leggen. Ba. Ja, is een ba. Ja. Ba. Zijn poten eraf. Ba. Nou, ik ben blij dat ze hem neerlag. Vieze peukie. Maar je bent er wel vanaf. Ja. Hij is... gaan hemelen. Ja. Hij is gaan hemelen. Of zij, ik weet niet wat dat was. Nee. Hé, Rijka? Gekkie. Rijka, gekkie. Ben je lief? Ja, hè. Vlieg nou weg. Is de vlieg nou weg? Ja, hè. Hij heeft er ook geen last meer van. Zo is dat, ja. Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet gewoon van jullie dag. Op jullie manier, met hetgeen wat jullie moeten of willen of gaan doen. Ja, je kent alle kanten op met mij. En ja, geniet ook van elkaar. En ik kan het niet genoeg zeggen. Wees lief voor elkaar. Geef liefde. Geef liefde aan iedereen die je tegenkomt. Op wat voor manier dan ook. Kees een knuffel geven, dat is logisch. Maar Kees niet, nou ja. En degene heeft een leuke jurk of broek of jas of schoenen aan. Geef ze een compliment, dat is ook lief zijn. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje met iedereen mee. Doei. Dat is mijn hamster. Ja, jullie zien het, jullie is toch alweer. Ja. En kan het al vierwouder uit, maar het mag er niet uit, want vrouwtje gaat er zo uit. Want ik ga de meisjes uitlaten. En dus, en hoe is het verder, Willy, met jou? Gewoon hoor. Gewoon? Zijn gangetje. Zijn gangetje. Ja, enkel een plekje op de neus. Ja, dat hè. Opengehaald. Zoals gewoonlijk. En waar Rijken nou is? Denk daar, ja dus. Maar het komt helemaal goed. Een vrouwtje gaat nou met de meisjes lopen. Ja. Ja. Je hebt vieze oogjes, ja. Heb je wel oogjes? Je moet je soep eruit halen. Soep. Noemen we soep. Oh. Soep uit de ogen. Soep uit de ogen, nou dat weer. Maar in ieder geval, we gaan wat doen aan deze kant. Ja. Want we zouden zeggen, tot later. Ja, we moeten eens even wat doen. Ja, ja, lieve vrienden. Willy is dus alweer reeds naar huis. Ik heb een vlog in elkaar gezet. De computer, tenminste, het programma is nu zelf bezig. Ja. Ik ga me klaarmaken om weg te gaan. Om boodschappen te doen. Want wat je nuttigt... Dat geraakt op. Dus dat moet je ook weer nieuw kopen. Ja. Dus ik moet eerst naar de ene winkel waar ik geen boodschappen doe. Maar wel geld haal. En dan boodschappen doen. Ja, en wie weet kom ik nog iets tegen. Weet ik veel. We zien wel. We merken het wel. We zullen het wel beleven. Ja. En ja, ik ben nog steeds helemaal wauws met die nieuwe ketting. Ja. Dus nou hekken tegenwoordig drie om.
Elke dag, mits ik ziek ben. Maar ja, maakt allemaal niet uit, lieve vrienden. Ik voel me er happy bij. En ik ben zoals ik ben. En ik verander me voor helemaal nobody, voor niemand. Nee, niet nodig. Ik ben gewoon wie ik ben. Ja. Ik ga dus een boodschap even voor de rest. Ja, ik weet het niet. En ik weet ook niet, het 16 graden zegt hij daar. Daar zegt hij 16 graden, lichte regen. Waar? Ik zie geen regen. Het zal wel boven de zee wezen. Ik ga hier kijken. Op mijn telefoontje. Bewolkt, ja, dat wisten we al. Maar dan moet dat wel rondje, dat moet wel juist 70 graden, overwegend bewolkt. Dat voelt als 16, maar in huis. Ja, buiten heb ik mijn vest nodig en die dunne jas. Want die jas die heb ik gekocht als winddicht en waterdicht. Nou, dat is die geen van beide. Nee. Dus ja, daarom moet ik er een vest onder. Want ook in de winkel kan het meestal wel koud wezen, et cetera. Vooral bij die koelers allemaal. Dus ja, we gaan gewoon lekker door. Even mijn tas pakken. En zo. En dan kan ik die zo vast al opruimen. Gaat de tas in. En het is maandag. Niks aan. Morgen. Morgen wordt feestje. Ja, morgen wordt feestje. Ik hoop dat niet dat het gaat regenen of zo. Ik hoop het niet. Het zonnetje schijnt. Een beetje door de bewolking heen. Maar ik zie geen regen hoor. Nee. Het is maar 30%. Wat we krijgen. Dus het valt meer naast ons dan op ons. Maar morgen krijg ik gasten. Ik zeg het jullie alvast. Jullie hebben ze al één keer eerder in een vlog tegengekomen. Vorig jaar ergens somewhere. Of dat jaar daarvoor al. Ik weet het niet eens meer. Maar in ieder geval zijn er twee personen. Twee dames. Een moeder en een dochter. En ja. Die komen morgen gezellig bij me. Dat Erwin, die komt morgen niet, die komt woensdag. Ja, enkel later dan we gewend zijn. 2:15 geloof ik. Zo uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, het zijn twee dames en we gaan lekker de Juttersmarkt over. En ja, voor de rest is het allemaal nog een verrassing, want ze komen nog voorwege mijn verjaardag. Helemaal leuk en ze willen dus wel op de vlog, dus dat maakt helemaal niet uit. We gaan gewoon morgen ook de dag filmend door. Ja, uiteraard, ik moet ook mijn handen naar mijn stuur houden, dus ik kan niet continu filmen. Dat gaat het hem echt niet worden en dan raakt de batterij ook leeg, hè. Ja, en komt helemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, gewoon geniet van alles. En geniet gewoon met ons allemaal mee. Ja, tot later. Doei, doei. Ja, ik kwam thuis, lieve vrienden. En toen hadden die toch een bende hier gemaakt. Dat willen jullie niet weten. Ja, de hele bank die lag over de harsjes, als het ware. Hij stond dan wel op zijn poten, maar alles lag er af. En hoe? Ja, hoe dan, vraag ik me af. Maar ja, wat doe je eraan? Ik heb het gelijk helemaal uitgeklopt en uitgedaan. Daar was Willy niet meer aan toegekomen. Ook ben ik boodschappen wezen doen. Ja. Weer van alles en nog wat. En in de schuur staan twee zakken met kattenbakgrit. Dus ja, dat dus. En ja. Omdat ik morgen dus bezoek krijg. Heb ik natuurlijk wel weer even ook een doos met een mixgebak vlaaien gekocht. Ja, geen gebak, vlaaien. Ja, we gaan weer opruimen heen. Nou, dat weten jullie, het altijd. Gewoon lekker. Dat gaat de koelkast in. Dat is ook lekker. Voilà. Au. Oh ja.
spinazie. Mijn oudste broer, die ik dus niet meer kan helaas, die zei vroeger altijd poepetie. Hij kon geen spinazie zeggen, wel poepetie. Hoe dan? Hij vond het lijken op behoefte. Ja, ken je dat? Het lijkt wel qua kleuren meestal op een koeienvlaai. Ja. Dus ja, dat dus. Maar dat gaat de vriezer in. Ja. Even kijken of een plek. Ja, we hebben een plek toch. Nee, dat wil daar niet. Nee, wil dat daar niet. Het moet toch willen op een of andere manier. Nee, ik wil dat niet. Apple sandwichje. Oh jeetje. Crimineeltje. Dat is daar. Heerlijk. En daar. Ja, dan moet ik dit keer wat kunnen. Nee, ik kan dat niet. Wel op een heel andere manier. Ja, zie je wel. Kan erin. Ik ben baas en niet de dode dingen. Nee. En ik heb last van afzakkerig weer. Ook dat nog. Ik heb één kaars meegenomen. Voor onze kandelf heb ik meegenomen. En ik heb 1, 2, 3 blikjes. Ook voor kandelf. Allemaal visje. Hij wil het andere niet zo meer. Dus ja, dat visje. Ja, nou. Welke was er nou aan de laatste? Oh, die was aan de laatste. Nou, deze heb ik nou ook. Dat is voor de wc. En dan moet ik van de week nog even schoonmaakmiddel erbij halen. Maar dan kan deze, als het goed is, hopelijk. Dat kan daar wel. Ik heb ook baking soda. Want ja, ik heb dus s'nachts, of afgelopen nacht, vond ik koud. Toen heb ik weer een lange pyjama broek aangetrokken in plaats van een korte. En ik had, ik had ook koude voeten. Ik denk, dan weet je wat, ik smeer er weer fix op. En dan sokken weer aan. Want ik had een paar dagen zonder sokken gelegen, ga ik geen fix op smeren. Maar hier moet ik mijn voeten in doen. Mijn water en dat. Dat erin en dan mijn voeten erin. Ja, nou ja, we gaan het uitproberen. We zullen het zien. Want hier kunnen de spullen mee schoongemaakt worden ook, hè. Je oven weet ik van wat allemaal. Ik niet te weten. En lettertjes, ja, die zijn mij een beetje te klein. Hier mag je wel 3-4 brillen opzetten of zo gaan lezen. Dat is in ieder geval buitenlands. Dat kan ik al niet lezen. Ik sowieso niet zonder en niet met bril lezen, want die taal ken ik niet. Gaan we omdraaien. Dat is ook niet mijn NL koekjesrecept. Nee, ik hoef geen koekjesrecept. Nee. Ik kan geen koekjes bakken. Nee. Ik gebruik het wel voor schoonmaakspullen, etc. Maar is het ook heel goed voor. Ja. Dus ja, dan dus. Nou ja, en natuurlijk weer een... Al lekker, de noten. En ik moet die zalmhout nog eventjes in de bus doen. Zo, zo. En wat hebben we nog meer? Ja, dat is ook lekker. Dat gaan we vanavond burgemeester maken. Dat is een pizza. Maar ja, net zoals het brood, is dit pizza. Maar hij is al half doorgegaan. Maar die gaat ik lekker vanavond nuttigen. Dus die hoeft er niet eens niet meer in de vriezer, want dat vind ik zonde. En voor van de week, ik heb zin in bietjes. Ik denk ik neem bietjes mee. Ik heb sippels genoeg. Een stukje vlees erbij. Nou, wat wil je nog meer? Ja. Dus, nou, en dan heb ik... deze fly maar meegenomen, de appelkruimel, geloof ik, toch? Ja.
komt ook helemaal goed. Want ja, woensdag wil Erwin ook wel een gebakje, toch? Ja, ik heb hem gevraagd, dat wil hij wel. Dus nou is de tas weer leeg. Dus ja, die kan weer opgeruimd worden. Ja. Zo. Huppetup. En dan gaan die weer in de la la la. Voila. En dan gaan die op de flikker in. Hoppa. 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 Dat dus, lieve vrienden. Ja. Nou, ik zou zeggen, ik ga aan de koffie, lekker bakje koffie in de boel even nog opruimen. En dan ga ik de video naar YouTube brengen. Dat kon ik eigenlijk al voordat ik wegging de boodschap. Ik denk, laat maar, komt straks wel. En dan kan ik er alsnog eentje maken. Ja, toch? Ik zit denk ik altijd anders met mijn schouderbandjes van mijn beu. Ja. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Ze zeggen, geniet. Hè? Jullie weten het vast wel. Geniet mee, maar ik vergeet nog wat. Ja. Het is bijna avond, dus smakelijk eten, bon appétit en een hele fijne liefdevolle avond gewenst. En we zien elkaar later. Doei!